en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. Je kan nog eventjes de wasmachine op de achtergrond horen. Gaan we lekker verder. Let's you do this. Waren we nou deze vracht al klaar? Ik heb geen idee. En het beeld is zwart en we zijn zo vrij als de wind. Yes. Volgens mij heb ik weer de verkeerde. Ja hoor. Ik heb weer de verkeerde. Potverdorie. Pot vol koffie. Ja, la la la. Volgens mij is die dan. Ik weet niet anders. Germain Paint Job Spag. Ik moet die eventjes verwijderen. Dan heb ik altijd de goeie. Ik denk, goh, laat ik eens een keer de dingen laden. Nee. Rijden. That's what I want. Dit is volgens mij de goeie. Rotterdam, Hannover. Hannover zijn we nog niet geweest. Oh, twee keer. Met za. Oh, dat kunnen we ook een beetje doen. Beetje Frankrijk. John. Dion. Parijs, Reims, Lyon, Geneve, Straatsburg. Ah, ik denk dat het toch, je krijgt het meeste voor. En met een mooie vrachtwagen. Dus, neem de opdracht maar aan. Daar gaan we dan. Zuur. Schade 0000000, dat willen we graag houden. 20 ton zuur, dat is best veel. Allemaal zuur. Het lijkt een beetje bij mij. Zou het hier nog wel zo zijn? We gaan eens even rustiger rijden vandaag. Zodat we geen schade rijden. Zo, daar komt even iemand binnen. Ja, niemand. Toch niet. Waarschijnlijk wel even mijn moeder eventjes. Oh, mijn moeder even naar binnen, maar ja, ik ben eventjes aan het opnemen, dus dat werkt even niet. Ik zal zo eventjes vragen wat er allemaal aan de hand is. Of je dat vraagteken wil ik eventjes oplossen, eventjes bekijken. Een Majestic Truck Dealer. Uit Rotterdam. Dat is toch nog best wel fijn. Zou we een beetje op de achtergrond worden met de was. Want ja, de was moet ook gebeuren, hè. De was. Gelukkig hoef ik nog niet zelf te doen en doe mijn aardige lieve moeder dat. Ja. Moeders zijn over het algemeen wel aardig, toch? Lijkt mij wel. Oh, ja, gelijk al. Shit. Wat heb ik met tunnels? Oeh, we hebben nog geluk gehad. 0%.
Wat heb ik met tunnels? Ik rijd eigenlijk niet overdreven hard of zo. Dat is echt nou weer gek. We reden iets van 80. Nou, laat deze tunnel dan maar even goed gaan, anders dan... Oké, goed ervoor gaan zitten en go. Schokjes zijn het. Weer een tunnel. Jeetje, wat een tunnels hier zeg. Nee, ik ga mij nu maar even niet inhalen. Ik ga even midden op de weg rijden. Zo, nu mag je mij weer inhalen. Oh, oh. Romeo. Ik denk dat we deze truck weg gaan pakken. En dan is het hier eventjes raar. Er zijn hier nogal wat bochten. Kijk, ik kan gewoon niet met 90. Zo, mooi te rem. Volgens mij zit Amsterdam, weet ik niet zeker, maar ja, zie je Amsterdam. Die motor gaan. Het is eng. Oh, dit gaat goed. Nederlands kenteken. Op zich best wel scherpe bocht hier. Maar ja, tenminste wat te doen. Zie je dat voor je? Bram, die daar rijdt. In zijn vrachtwagen met de 90. Hoorde je het ook in je hoofd? Dat tik tak tik tak tik tak. Oh, dat gaat echt net goed, jongens. Hier voelt me dat een beetje benauwd in deze situatie. Omdat mijn stuur soms nog wel eens raar doet. En toch is het hier anders in de cabine. Het lijkt net alsof we heel weinig ruimte hebben dan.
Maar blijkbaar hebben we dus gewoon veel ruimte nog. Even een hoestje en dan gaan wij weer verder rijden. Dus even kijken.